Welkom bij deze Deutsche Bank-podcast. Als referentiebank voor beleggingsadvies in België vinden we het essentieel om de inzichten van onze analisten wereldwijd ook met u te delen. Zeker in de huidige geopolitieke en financiële realiteit waarin we ons al enkele weken bevinden. Bij ons zit Wim Dazen, het Investment Strategist bij Deutsche Bank. Dag Wim. Dag Dirk. Wim, enkele weken geleden al presenteerde je de Virtual Outlook 2022. Maar de wereld is duidelijk veranderd sindsdien. We hebben allemaal de beelden gezien en de informatie die vanuit Oekraïne naar ons komt. Die menselijke wanhoop. Wat is jouw visie eigenlijk over deze ontwikkelingen? Ja, dag Dirk. Het is inderdaad een enorm menselijk drama, en dus het resultaat van de escalatie van het Russisch-Oekraïns conflict wat niet voorzien was, niet door ons, niet door de markten, maar wel duidelijk ook eh, naast het, het grote humanitaire eh, drama, een impact heeft op de economie en op de financiële markten. Maar zelfs nog voor eh, die invasie zagen we op die financiële markten dat, eh, dat de rentevoeten aan het stijgen waren, hè, omwille van die hogere eh, inflatie. Ja, als, als voorbeeld kunnen we citeren dat het resultaat van de Nasdaq eh, sinds, sinds het jaarbegin nog voor de invasie 10% lager lag. Dat heeft voornamelijk groeiaandelen en die worden het sterkst getroffen bij hogere rente. En die invasie heeft uh, dat proces van hogere inflatie en, en hogere rente voor een groot stuk uh, versterkt. Maar een beetje weg van de, van de financiële markten zien we ook dat op politiek vlak er toch een aantal implicaties zijn. De, de wereldorde is toch voor een stuk veranderd. De NATO is weer wakker geworden. En Europa is zich bewust geworden van het feit, ja, door het feit dat wij een open economie zijn, en dat we toch zeer, zeer kwetsbaar zijn en dat wij zeer afhankelijk zijn van anderen voor energie, voor uh, voedsel, ook voor defensie. En dat gaat toch, toch structureel een aantal wijzigingen met, uh, met zich meebrengen. En wat dat we ook gezien hebben, is dat deze, deze invasie in korte tijd een derde, een derde hit is, een derde slag voor de globalisatie. We hadden eerst in 2018 de Chinese-Amerikaanse uh, ja, problemen, laten we zeggen, de handelsproblemen die we daar gezien hebben. Dan hadden we de COVID en nu, en nu dit hier. Hè, dus uh, We gaan toch richting deglobalisatie en dat gaat ook een inflatoir karakter hebben. We zagen wel de voorbije weken zeer volatiele markten hè, en, en grote schommelingen in aandelen, obligaties, ook in grondstoffen, zelfs op één en dezelfde dag. Ja, uh, klopt. Je moet staal zenuwen hebben als, als belegger om, uh, om niet de verkeerde beslissingen te nemen vandaag. En het belangrijkste is ook dat je, dat je die zenuwen aanspreekt, laten we zeggen, om rustig, uh, rustig te blijven. En we zien dus grote bewegingen, niet alleen naar beneden. Ook naar boven, gisteren woensdag, zagen we de DAX en de Eurostoks 50 bijna 8% stijgen, vandaag is daar weer 3%, uh, 3 af. Um en die volatiliteit die zal, wat ons betreft, toch nog een zeker, uh, zeker langere tijd uh, aanhouden. Wat zien we eigenlijk? Dat is een beweging ris richting risk of eh, Door dat conflict met die onzekerheid die daarmee gepaard gaat, uh, proberen de mensen toch nog van hun risicovolle activa uh, vanaf te geraken. Laten we zeggen. En bijvoorbeeld voor de Eurostoxx 50 wil dat zeggen dat de winsten van 2021 uh, dat die op dit moment allemaal, allemaal weg zijn. We zien ook wel dat Wall Street, de Amerikaanse beurs, toch een stuk minder geïmpacteerd is. Het is verder weg, het is niet, het is niet in een achtertuin zoals, zoals bij ons. De Amerikanen hangen ook minder af van Russische of Oekraïnse handelsbetrekkingen. Dus vandaar dat daar de impact toch een stuk minder is. Zelfs ook in de obligatiemarkten hebben we al grote bewegingen gezien. We hebben op een bepaalde dag zagen we de, de boend 21 basispunten punten dalen. Dat is eigenlijk zo goed als uh, ongezien. Je hebt uiteraard ook bij de bedrijfsobligaties dat het risico wat groter wordt. Dus daar zagen we de kreditspreads verhogen. En uiteraard ja, de, de grondstoffen, olie, gas. En daar zagen we enorme, enorme bewegingen. De, de prijs voor, voor, voor gas ging op een bepaald moment boven, boven de 200. Nu staan we terug op 133. Dus die bewegingen in die verschillende Activa-klassen zijn uiteraard ja, gigantisch. Dan hebben we ook nog goud gezien. En dat is eigenlijk gestaag gestegen, omdat goud ook een vluchtwaarde is, of toch hmm. aanzien wordt als een vluchtwaarde. En dus op die manier wordt dat edelmetaal wordt dat ondersteund. Hmm, Oké, okay, juist. Nu. We zien wel die heel hoge volatiliteit. We zien ups en downs op dagbasis. Maar de trend is toch nog, nog altijd dalend. Hoe lang gaat die trend zich aanhouden? Wel, uiteraard. Een zeer goede vraag. En heel moeilijk om daar een zwart-wit antwoord op te geven. Wat we wel kunnen doen, is een keer kijken naar het verleden. We hebben zo'n analyse. Van een 28-tal geopolitieke events voorvallen sinds 1939. Dus die analyse gaat heel ver terug. Maar wat opvallend is in die analyse, is dat de, de verkoop, de verkoopsgolf, dat die zeer intens is. Dus zeer, zeer grote bewegingen naar beneden, maar tegelijkertijd ook zeer kort. Dus de, de echte bodem die men bereikt in het kader van dit geopolitieke conflict. Dat wil niet zeggen dat het politieke conflict op een aantal weken zou opgelost zijn. Nee, maar die daling die duurt over het algemeen slechts een aantal weken. Gemiddeld een, een, een drietal weken, dus dat is zeer kort. Dat wil niet zeggen dat men niet veel kan verliezen op drie weken. Daarna heb je natuurlijk het herstel. Dat herstel dat is een ander paar mouwen. Dat kan heel wat uh, meer tijd in, in beslag nemen. Gaande van een week, twee weken tot, uh, tot een aantal jaren zelfs. Dus er is een heel veel uh, variatie in, in die herstelperiode. Um, wat wel belangrijk is in, in dat verhaal is um, dat herstel is niet noodzakelijk gelinkt aan de duurtijd van die oorlog zelf, maar eerder naar de impact. Van dat conflict, oorlog in dit geval, de impact van dat conflict op de economie. En van zodra men daar meer duidelijkheid. Over, over krijgt, gaat men bij wijze van spreken voor een stuk terug over naar de orde van de dag. Eh, en gaat, eh, gaat, gaan de beurzen zich weer gaan focaliseren op het eh, economische eh, verhaal. Dus als ik je goed begrijp, dan heb je eigenlijk hele grote, brede bewegingen die zich op de markten voordoen. Wanneer dat er een, een, een daling eh, effectief plaatsvindt, dan is dat bij wijze van spreken een schokgolf die heel kort maar heel hevig kan zijn. En waarbij dat de relance over het algemeen wat meer tijd vraagt. En dat die bewegingen ja, dus het resultaat zijn van de impact van het conflict op de economie. Nu, laat het ons toch even over die economie dan hebben. Wat is jouw mening uh, over uh, die economie, Wim? Ja, dat heb je heel mooi samengevat, Dirk. Het is inderdaad zo, dus er is een belangrijke impact op de economie en uiteraard ook op het consumptiepatroon van ons als consument. Want ja, die hogere energieprijzen, we rijden met de wagen, we moeten ons huis verwarmen, we moeten ons water verwarmen. Dus die, we voelen dat in ons, in ons inkomen, in ons beschikbaar inkomen. En we gaan dus uiteraard met z'n allen wat minder inkomen hebben om te spenderen aan andere consumptie. En dat gaat ook een impact hebben op de economische groei. En dus in dat kader hebben we onze groeivooruitzichten voor, uh, voor de eurozone bijvoorbeeld moeten terugschroeven van 4,4% naar 2,8% in 2022. Dus een heel, uh, heel sterke uh, bijstelling. Voor de Verenigde Staten is die bijstelling een stuk een stuk kleiner, van 3,8% naar 3,4%. Ik heb daarnet ook al gezegd, voor de Verenigde Staten is de impact kleiner. De handelsbetrekkingen zijn kleiner. Het is verder van huis weg voor hen. Dus het is normaal dat de impact daar kleiner is. Maar als we dan terugkijken richting de eurozone. Wel, wij denken niet, want dat verschijnt ook af en toe in de pers. Wij denken niet dat we richting stagflatie gaan. Stagflatie is de combinatie van een hoge inflatie. Ja, die hebben we, dat klopt. Met een lage tot negatieve economische groei zijn de beneden de 1%. Nu, ik heb gezegd 2,8%. Dat is toch nog een, een, een stuk weg van die uh, 1%. De enige, uh, enige wijziging dat daar zou kunnen komen is als men dan toch vanuit Rusland zou beslissen, of vanuit Europa zelf, om geen Russisch gas meer uh, af te nemen. Maar dat is natuurlijk dat is een enorme gamechanger. Uh, dat lijkt voorlopig nog niet in, de, in, uh, in, in het plan te liggen, maar je weet uiteraard maar nooit. Maar in, zolang dat, dat niet gebeurt, gaan we niet naar stagflatie, ook niet naar recessie. Wat dat we wel zien is in de eurozone dat we denken dat dat tweede. Trimester, ja, dat dat eerder negatief zal zijn, dat we iets zullen beteren in het derde trimester, om dan uiteindelijk vanaf het vierde trimester uh, dit jaar terug wel meer een degelijke economische groei zullen hebben. Ook ondersteund door dat Next Generation EU Fund, uh, dat uh, vorig jaar beslist is, uh, fiscale ondersteuning, investeringen in de eurozone, en de eurozone, of, de, of Europa, zal ook opnieuw de, meer gaan investeren in defensie. Een van, de, een van de zwakke punten: defensie is, is jaren verwaarloosd geweest. Hè. Wat we nu zien, hadden we helemaal uh, niet verwacht. Dus daar komt er extra steun voor de economische groei. Wat betreft inflatie, ja, die, die, die schieten door het dak op dit moment. Uh, en dat uh, leidt ons naar een voorspelling van 8% gemiddeld inflatie in de eurozone. Uh, dus dat is wel uh, behoorlijk hoog. Om dan volgend jaar te dalen naar 3,3%. Uh, die impact in de, in de Verenigde Staten is dan een stuk minder. Daar zien we 4,7% voor dit jaar en 2,7% voor volgend jaar, wat inflatie betreft. Maar dus wel. Boven de lange termijn gemiddelde doelstelling van 2%. Dus die centrale banken zullen uh, nog altijd Um, ja, het traject van monetaire verstrakking blijven volgen, maar een stukje minder uh, dan men voor, voor dien had voorzien. Nu, deze namiddag, hè, deze namiddag is de ECB gekomen met een update. En uh, die hebben beslist dat ze op dit moment de beleidsrente niet optrekken. is dus geen dat ook uh, verwacht werd. Okay. Daarentegen uh, hebben ze laten verstaan dat zij uh, stoppen met de opkoop van activa in het derde trimester. Dat is iets vroeger toch dan verwacht. Dus men kan dat ja, gaan beschouwen als een iets restrictievere stap. Het is niet gigantisch groot, maar een toch iets restrictievere stap. Met in het achterhoofd dat die inflatie dat die toch op een, op een bepaald moment gaat moeten gestopt worden om niet te zeggen naar beneden moeten gebracht worden. Oké, okay. dat, dat is voor zover de, de informatie uh, rond economische groei, rond, rond inflatie, rond de mogelijke reactie en initiatieven van overheden en, en centrale banken. Um, maar laten we het ons even hebben over, over de activa-klassen, want dat is toch uiteindelijk waar mensen in, in beleggen. Uh, ben je van mening veranderd de voorbije weken? Wel, euh, laat mij beginnen met te praten over de, uh, het vastrentende uh, gedeelte, waar dat we zien dat, ja, zoals ik zei, het traject is naar hogere rente. Hè. Door die hogere inflatie gaat de rente ook een stuk hoger moeten. Dus dat is, mm -hmm. dat is één kracht. Anderzijds, uh, en dan heb ik het over overheidsobligaties, anderzijds zien we uiteraard die beweging van de risk-off. Mensen die in veiligheid, uh, of beleggers die in veiligheid vluchten. Uh, en veiligheid wil dan zeggen in, in, in bonds, of... Uh, Misschien ook in Belgische, in Belgische ja, Die beweging heeft dan weer een neerwaartse druk op, uh, op de rente. Maar het, het, het langetermijn plaatje is alleszins dat die, dat die rente uh, verder uh, zal, zal stijgen. Dus dat op zich is, uh, is niet gewijzigd. Ook onze. Uh, onze vooruitzicht voor de, de tienjarige Amerikaanse rente die blijft op 2,40, voor de Duitse rente op 0,50. Dus dat op zich is niet veranderd. Maar als we dan kijken naar de bedrijfsobligaties, hè, dat is een, toch een beetje een ander, uh, een ander verhaal. In die zin dat ja, er is natuurlijk meer risico uh, rondom dat. Uh, de, de, hè, de 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 premies voor het kredietrisico, zijn toch een stuk. Hoger gegaan, He, maakt het voor een stuk ook aantrekkelijker uiteraard voor rendement te bekomen, maar het risico is, is hoger. Um, en op korte termijn zal, zal die risicopremie die daar nu in zit en er voorheen minder in zat, um, die zal toch wel een tijd blijven. Uh, dit gezegd zijnde, ja, de economische groei is er nog altijd. Ik heb gezegd dat we het een beetje naar beneden bijgeschaald hebben, maar die is er nog steeds en die is dus ondersteunend alleszins voor bedrijfsobligaties op de middellange termijn. Oké, okay. in het verleden waren we eigenlijk positief voor aandelen. Is dat nog altijd het geval? Dat uh, is zeker en vast nog, uh, nog het geval. Hè. Misschien iets minder uitgesproken als, als voorheen. Hè. Er is toch, een, uh, toch het een en het ander uh, veranderd. Uh, wat we op dit moment zien is dat de aandelenmarkten eigenlijk bewegen op het ritme van het nieuws uh, dat uit Oekraïne komt. Op het ritme van de gevolgen van de sancties. Van de eventuele mogelijke vergeldingsmaatregelen die uh, Rusland zou instellen. Dus op dat ritme zien we vandaag de, de markten bewegen. En zoals daarnet gezegd, ja, dat geeft, geeft bewegingen van bijna 8% op de ene dag, 4% op de andere dag, 3%. Uh, dus uh, de rustige dagen zijn alleszins voor, voor de, de korte termijn voorbij. Maar op een bepaald moment, hè, en ik heb daarnet gesproken uh, over geopolitieke um, conflicten uit het verleden, hè, dat dat op, na, na, na een aantal weken over het algemeen. Um, Gedaan is Op een bepaald moment gaan dus de markten terug over naar de, naar de orde van de dag. Hè. Dat klinkt misschien een beetje cru, eh, terwijl het menselijk leed daar nog steeds is in, in Oekraïne. Maar eh, zo werkt dat nu eenmaal op de, op de financiële markten. Eh, en dan gaan ze dus over eh, naar de orde van de dag. En dan gaat men zien dat eh, ja, de, de economische context daar nog steeds behoorlijk goed is. We gaan er ook vanuit... Uh, ik heb daarnet gesproken over fiscale ondersteuning uh, van het Next Generation EU-fonds uh, van uh, uitgaven in defensie. Uh, ook de centrale banken zullen uh, weliswaar hun rente uh, stilletjes aan moeten optrekken, maar heel voorzichtig hè, om toch de economische groei uh, niet te fnuiken. En dan blijven wij zitten met een situatie van niet te hoge rente, maar wel relatief hoge inflatie, dus negatieve reële rente. Negatieve reële rente. Tast uw koopkracht aan, U, uw, uw geld wordt elk, elke dag een, een stuk minder. En als uw, uw beleggingshorizon voldoende lang is, ja, dan zijn aandelen eigenlijk de, 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 de oplossing om dat, dat tegen te gaan. En dus in, in die context, goede economische context, financiële repressie um, en onzekere. Politieke context op de korte termijn denken wij dus nog, nog steeds dat, wij, uh, aandelen naar, allee, dat aandelen de oplossing zijn om, uh, om, om het nodige extra rendement in die portefeuille te, te gaan behalen. Weliswaar, zoals ik zei, met het nodige risico. En dus in dat kader hebben wij onze doelstellingen op 12 maanden voor bijvoorbeeld de Stok 600 uh, teruggebracht van 490 naar 460. Voor de SP 500 van 4800 naar 4600. En voor de MSCI Emerging Markets, bijvoorbeeld, van 1320 naar 1220. Oké, okay, Wim, ik, ik onthoud eigenlijk uh, dat we nog altijd blijven inzetten op aandelen. Dat aandelen misschien wel nog steeds de beste manier zijn om financiële repressie en het verlies aan koopkracht te bestrijden. Hè, met die heel hoge inflatie op dit moment. Maar dat we in een ja, extreem volatiele periode zitten, die weliswaar nog tot rust gaat komen. Geldt dat ook voor grondstoffen dan? Dat geldt in, eigenlijk nog meer voor grondstoffen dan, dan voor aandelen. Dus grondstoffen zijn een belangrijk element in, in, het, in het mogelijke sanctieverhaal. Dan. Want op dit moment zijn er nog geen beperkingen op de grondstoffen, maar er zit duidelijk een, een risicopremie in die grondstoffen. En we zien bewegingen op, op, op olie van, van 10% of meer op één dag. Dus dat is, ja, duidelijk, duidelijk dat die grondstoffen um, energie en, en en grondstoffen in een breder kader ja, dat die inzet zijn van, van het politieke spel ook voor, voor een stuk um, onze doelstelling voor olie bijvoorbeeld is op dit moment 110 dollar, dus het ongeveer het huidige niveau. Maar ja, zoals gezegd, de bewegingen zijn dermate groot, dus dat dat een heel stukje erboven of, of eronder kan gaan. En wat dan de toekomst gaat brengen, gaat men dan eventueel die grondstoffen inzetten als, als wapen, economisch wapen. Dan kan dat een enorme beweging nog extra teweeg brengen op, op die grondstoffen. Goud, goud um, fungeert op dit moment als, uh, ja, als vluchtwaarde. We hebben onze doelstelling bijgesteld naar 2100 dollar per, per ons. Um, uh, goud heeft, heeft de functie van diversificator in, in de portefeuille. En in dat kader uh, heeft goud wel, uh, wel zijn nodige nut, laat ons zeggen, in de portefeuille. En de dollar, Wim? Dollar is altijd een belangrijk verhaal. Wat zien we vandaag met de dollar? Um, dat is dat... De dollar is ja, ook een vluchtwaarde, is, hè, die is dat van oudsher. Hè, en onmiddellijk bij de uitbraak van de oorlog zagen we een enorme beweging eh, richting dollar en ging een heel stuk, uh, heel stuk sterker. Um, in dat kader hebben we ook onze, onze doelstelling bijgesteld van 1,20 richting uh, 1,15. Uh, we staan vandaag uh, iets boven de, de 1,10. We hebben 1,08 gezien, hè, dus een nog uh, sterkere dollar. Um, Waarom hebben wij onze doelstelling bijgesteld? Wel, dat is omdat het economische groeiverschil tussen de eurozone... En, de, uh, en Amerika hè, is een heel, stuk, een heel stuk veranderd door die economische groeiaanpassingen, hè, ten nadele van de euro, vandaar dat wij uh, de dollardoelstelling een stuk hoger gezet hebben. En die dollar die fungeert dus, zoals ik ook net zei, als vluchtwaarde, dus die heeft een soort geopolitieke risicopremie uh, in zich, hè, vandaar dat die uh, ondersteund wordt uh, van zodra... Maar, uh, ja, de toekomst zal het vertellen. Van zodra dat die geopolitieke spanningen uh, zullen afnemen, zal ook die, die geopolitieke premie die erin zit in de dollar, zal die toch ook wel uh, terug een stuk gaan afnemen. Je hebt het met ons gehad over uh, de impact uh, van het conflict in Oekraïne op de economie wereldwijd. Je hebt het met ons gehad. Over uh, de volatiliteit uh, die er is op de financiële markten, de grote bewegingen die dat teweeg brengt. Je hebt ons ook uh, meer duiding gegeven met, uh, over de assetclasses waarin dat we uh, toch nog altijd zouden kunnen beleggen en waar de eventuele uh, opportuniteiten liggen. Uh, de grondstoffen ook, maar misschien de belangrijkste vraag voor onze luisteraar: uh, wat doe je eigenlijk? Eh? Wat raden jullie onze cliënten aan op dit moment om eventueel wel of niet iets te doen in hun portefeuille? Ja, dat is natuurlijk een hele, hele goede vraag, eh, Dirk. Wel, de belangrijkste vraag is, blijf belegd en, en panikeer niet. Hè. Paniek is zeker en vast de slechtste eh, raadgever van allemaal. Nu, um, daarbij zeggen we ook altijd... Hè, Zorg er wel voor dat uw portefeuille. dermate uh, samengesteld is. dat u niet moet wakker liggen van de bewegingen. die we vandaag op de beurzen zien. En die bewegingen zijn enorm groot. Hè, dus u kan nog veel wakker liggen. als u ervan wakker ligt. Uh, dus. uw portefeuille-samenstelling moet ervoor zorgen. dat u voldoende gemoedsrust heeft. Gemoedsrust, het is, het is een één woord. Hè, maar het zegt het allemaal. En hoe doen wij dat? Of hoe raden wij dat aan aan klanten? En we raden dat al een hele tijd aan onze klanten aan. Dat is. Uw portefeuille opbouwen volgens een kernsatellietbenadering, waarbij de kern, zoals de naam het zegt, de kern is de stevigheid, de robuustheid van je portefeuille. En die er ook voor zorgt, zoals dat we vandaag zien, dat bij sterke bewegingen op de markten dat, dat stuk van die portefeuille voor een buffer zorgt. Ervoor zorgt dat die portefeuille niet te volatiel is en dat die prestatiebeweging binnen die portefeuille onder controle gehouden wordt. Dus die, die kern, een strategische invulling van die kern waar men niet aankomt, die doet wat ze moet doen, zijnde de volatiliteit van de portefeuille. Uh, duidelijk een stuk doen dalen. Dan komen we naar het satellietgedeelte. Het satellietgedeelte is waar men ja, thematisch en sectoren gaat uh, spelen, waar men extra rendement gaat zoeken, waar men belegt in aandelen. Hè, en uiteraard, zoals uh, eerder in deze podcast gezegd, ja, aandelen hebben enorm te lijden onder de volatiliteit. En dus ook dat satellietgedeelte uh, heeft wel wat te lijden onder de, de volatiliteit. Nu, anderzijds die volatiliteit geeft ook mogelijkheden om, uh, om opportuniteiten te, uh, te gaan zoeken. Waar zien we dan de opportuniteiten vandaag? Ja, in, in de allereerste plaats, en dat zal zeker geen verrassing zijn, in de cyberveiligheid. De oorlog wordt niet enkel op het terrein uitgevochten, maar, maar ook met de computer tegenwoordig. Dus daar zien we zeker een vast uh, mogelijkheden. Wij schuiven ook de gezondheidszorg uh, als lange termijn uh, groeiverhaal uh, naar voren. En die, die, die strategische politieke beslissing richting een energietransitie weg van olie, weg van gas, wat dat een lange termijn project euh, was, zal nog steeds een lange termijn project zijn, maar toch een heel stuk euh, korter dan, dan, dan voorheen gepland. Dus er is duidelijk dat daar investeringen gaan komen die gericht zijn om die energietransitie euh, een stuk sneller te laten verlopen. Dankjewel Wim. We zijn bij deze, uh, helaas zou ik zeggen, aan het einde gekomen uh, van deze podcast. Ik wens je heel hartelijk te bedanken voor je inzichten en voor het delen van je expertise met onze luisteraars. Um, ja, beste luisteraars, het is zo dat wij. Door deze gebeurtenissen uiteraard de voorbije weken al heel wat informatie hebben gedeeld op onze website. Meer bepaald in de rubriek nieuws en advies. Dus bij deze nodig ik u ook uh, uit om onze website www.deutschebank.be te bezoeken en meer informatie te verzamelen over de financiële en macro-economische actualiteit. Alvast bedankt voor uw tijd.